op New Boosters Radio. Zo, het balletje is bijna rond. Ja, Richard, we gaan bijna vanuit hier afsluiten. Dan komt de borrel zometeen echt los. Hè? Ja, dan kan Bordes eindelijk op de borrel hier bij Hitma. Handelsorganisatie in procestechniek, filtratie, single use hebben we gehoord. Trainingen. En nu aan bij mij aan de desk. Robert Timmer, de leidinggevende. Zal ik je zo noemen, Robert, de leidinggevende van deze organisatie? Nou, liever niet. Liever niet. Gewoon liever een van de collega's. Een van de collega's. Ja, want zo werken jullie wel, als een team met mensen samen. Absoluut. Het is allemaal teamwerk. Zodra ik de kans krijg, en ik zei je wel eens op de zeepkist, zeg ik dat ook. Iedereen draagt bij aan het succes wat we zijn als organisatie. En het succes dat is zorgen dat de klanten op een goede manier bediend worden en dat ze bij je terugkomen. Als jij Hitma zou definiëren. In wat voor opzicht? Als bedrijf? Als bedrijf, als organisatie, als groep mensen? Nou, als organisatie vind ik het heel dicht bij een familiebedrijf komen. Ook al horen we bij een groot concern. We hebben absolute normen en de waarden die ook voor familiebedrijven gelden. Dus we kijken op lange termijn. We zijn niet uit op korte relaties, niet met onze klanten, niet met onze medewerkers. Als je ook rondkijkt, de mensen die hier zich thuis voelen, die blijven ook vaak lang hangen. Ja, dat heb ik gemerkt. Er zit geen één die onder de... Nee. Nou, we hebben best wel wat jongere medewerkers. Ja, we hebben een stagiair dan. Precies. En volgens mij vindt Vera het hier ook erg leuk. Dus het die uitkijk wel... blijft ze. Ja, precies. Precies. Dus nee, we zeggen wel eens, mensen die hier nieuw komen, die zijn of binnen 3 jaar weg, want dan passen ze toch niet helemaal. En als ze er na 3 jaar nog zijn, dan kun je eigenlijk de speldjes al klaar gaan leggen. Ja, want zo'n organisatie, 90 jaar, dat is toch iets om je... Ja, dat, jullie doen dat niet, maar toch om op de borst te slaan. Er zijn weinig organisaties die dat doen en zo dynamisch meedraaien met de markt die er is. Ja, ik denk dat dynamisch meedraaien, dat een heel belangrijk punt is. Wat verwacht je voor die komende 10 jaar nog? Want we gaan naar die 100 toe, hè? Ja, ik verwacht dat er is nu best wel een storm geweest met productverkrijgbaarheid op internet. Mensen die al heel snel informatie vinden. Maar je ziet nu ook de tegengestelde richting, dat gewoon de specialist die ter plaatse komt en advies geeft, ook weer op prijs gesteld wordt. Wat is de boodschap die jij voor de komende 10 jaar wil meegeven? Wij gaan gewoon lekker verder zoals we het altijd al gedaan hebben. En we versterken nog een aantal van de keuzes die we eerder gemaakt hebben. Personen, de mensen blijven het doen. En dat zullen wij ook op die manier blijven aanpakken. Beetje eigenwijs? Altijd een beetje eigenwijs zijn. Maar wel de markt voorblijven? Ja, absoluut, absoluut. Maar daarvoor moet je eigenwijs zijn? Ja, weet je, nou ja, goed, als je erachteraan rent, dan ben je altijd te laat. Dus je moet zorgen dat je nooit in die positie komt. Ik vond het echt ontzettend leuk om hier vandaag te zijn. Absoluut. En jullie allemaal mee te maken en hier op de borrel te mogen zijn. Bij Hitma 90 jaar. Ik nodig me meteen uit. Jij ook rond voor over 10 jaar. Dan zijn we komen. Nou, alleen een goed idee. En dan is het hongerprobleem ook bijna opgelost. Dan is die honger ook bijna voorbij. Goed idee. Dan sluit dan. Robert, dankjewel dat wij hier mochten zijn met New Business Radio en Bordes op de borrel. Het was een feestje. Dankjewel.